en zegt. Nou. Dan komt iemand naar mij toe en zegt. Ben jij Jordi van Marcus? Ik zeg, misschien. Ja. Hij zegt, je mag mijn auto hebben. Daarmee, ik heb ook een auto gescoopt. Ik heb een Corvette. Hij zegt, neem mijn auto. Ik zeg, ook een... Neem hem. Chantal Jansen zit nu in de gevangenis. Chantal Jansen zit hier. Vrienden meneer van Chantal Jansen. Kom even snel even ergens anders in. Ja. We gaan even boetsen rijden met iemand anders auto. Met de Corvette. Volgens mij wel. Zo. Dit is Lij? Oh, dit is hem. Oké, okay, misschien een horloge. Koop ik hem. Zeker, ja. Je hebt niet genoeg geld. En dan reset hij hem. Oh mijn god. Oh mijn god, nee. Bosbus Kruidnoot? Heet ik zo? Of heet jij zo? Is dat je Steamnaam? Jij heet Ling Lang Tong Jaap. Ling Lang Tong Jaap. Ja, maar geef me dan even geld. Ik heb 2 euro contant. Hoe doe ik dat? Je moet een mount invullen. Ling Lang Long Jong Jaap. Ja, zo. Ling Lang Tong Jaap. Hoe heet ik dan? Bosbus Kruidnoot. Bosbus Kruidnoot. Hij was bijna mooi. Oh mijn god, de auto is ook gewoon stuk. Nu kunnen we gaan. Nee. Hij is ook gewoon instant stuk. Nee, die kunnen we alles weer opnieuw gaan doen. Fucking Ling Long Tong Jaap. Wat kut. Oh, dan moeten we alles inderdaad opnieuw doen. Dit is zo lang, jongen. Ja, Hans noem ik hem ook gewoon. We zijn bijna terug, Hans. Ik heb nog een porto op mijn schouder. Kan ik altijd bij praten wanneer nodig. Doe het lopen. Ah, jij hebt die auto stuk gereden. Ze hebben mijn ananas van mijn hoofd afgeslagen. Mijn bovenkantje. Ik ben nu een platte ananas. Ik ben een stift. Dan ben ik een stift. Nee, hier is de kapper. Oh, is de kapper. Oh, chill. Volgens mij hebben ze hier hetzelfde in zijn ravijn. Geen zo'n kokosnoot, man. Dan hebben we een nieuwe Hans kapsel. Hans en Hans met de Hanekam. Of Elvis Presley, ja. Kijk eens. Hans en Hans met de Hanekam. Kijk, dit kan wel maar. Kijk. Hij is ook echt clean, komt hij er doorheen. Zo, ben jij weer te lelijk. Ik ben lelijk, hè. Hans en Hans krijgen een update. Kijk hoe ik eruit zie. Kijk hoe ik eruit zie. Dat is echt heel leuk. Gans, jij ziet er echt uit als een of andere kut superheld met dat ding op. Echt superheld die niemand wil hebben, weet je. We hebben ook gewoon geen voertuig waarmee we kunnen vervoeren of kunnen verplaatsen. Kunnen we een taxi niet bellen? Niemand wil ons ophalen, Hans. Als we Hans en Hans naam hadden, stond iedereen hier. En nu hebben we fucking Ling Tong Ping Jaap en weet ik veel hoe ik heet. Ik heb een auto. Zo, ik heb... Kijk dit dan. Kijk, ik heb haast. Ik heb haast. Ren Hans. Nee. Ik ben sneller. Auw. Dat zit er wel in. Kijk, als ik doe het 1 keer. Hé, hey, we lopen synchroon. Kijk, wacht hier. Oh ja. Oh, BBP. Nee. Recht, oh, die auto daar. Kijk, die auto. Denk jij dat die kapot is? Nee. Ik heb vertrouwen in de mensheid. Ik heb vertrouwen dat zeker dat die kapot is. Nee, deze doet het nog. Hij doet het niet meer. Kijk dan. Nee, wat is dit? Ah, er zit ook van die anime karakter zo. Succes! Ik ga even vragen aan onze nimfo's hoe je een overvalletje doet. Fuck aan even. Ai, nee. Hallo. Jordi Blanco. Jordi Blanco, hallo. Hey, jongens, jullie zien eruit als criminelen. Jullie weten vast al hoe en wat. Ja. En hoe zit het? En hoe zit het dan? Nou, je zegt wel heel leuk ja, maar... Je kan gewoon guns halen bij mensen in Twitter. Ja. Maar die guns, die zijn wel duur. Gewoon bij in Twitter. Maar je kan ook map importeren, maar dan moet je eerst een camper kopen voor 70k. Je kan ook wat? Een campertje. Dan kan je map maken. Maar we willen geen map maken. Wij willen winkeltjes pakken of zo. Of een bank of zo, weet ik veel. Ja, dan moet je eerst wapens halen. En weten jullie bij wie wat dat kunnen doen? En hoe duur is dat? Twitter vragen, maar dat kost wel geld, hè. Hoeveel? Gewoon een honkbalknuppel of zo. Honkbalknuppel, ik zou zeggen 20k, 30. 20.000 voor een honkbalknuppel? Ik kan niet zo goed een stok pakken op straat waar nog harder mee kan slaan. Ja, dan 20.000 euro voor een honkbalknuppel. De balmus. Hallo. Hallo. Dankjewel jongens voor de tips. We gaan er iets mee doen. Ik ga 20.000 euro voor een honkbalknuppel betalen. Walnut! Die ene guy. Misschien kunnen we er eentje krijgen van iemand die ons kent. Hey, dit ziet er... Ah, dit is ook... Waar staat alles overal staat kapotte auto's. Zoals een kapotte politieauto. Misschien even testen of de sirene. Nee. Ja, sirenes aandoen en dan wegrennen. We zien er ook echt uit als twee idioten gewoon in die auto. Dat kan echt niet, hè? Hans en Hans. Hans en Hans. Hans en Hans. Hij blijft er gewoon af. Hij blijft het proberen. Ik kan nog steeds rennen. Nog steeds gewoon. Zullen we even op hem wachten? Ik heb wel wat, man.
Hey, dus ja. Die zijn 30.000 hier, hè? Dat is wat duurder dan bij jullie. Kom maar, Rick, ik ja, maar kom maar, geef maar. Van jou krijg ik plaats, hoor ik al. Hey, heb je wat anders gehoord van mij, jongen? Oh. Jullie zijn, als je nieuw bent, je moet hier 6 uur zijn geweest zodat jij mensen kan slaan en geslagen kan worden. Of 4 uur. Dan meen je. Ja, 4 ja, uur! Dus wat moeten we de eerste 4 uur gaan doen? Dan gaan we VDM. Ja! Dan gaan we naar VDM. Dan gaan we naar RDM, dan wordt het VDM. Gaan we winkeloverval doen door de auto naar binnen te rijden? Of we gaan met hun een winkeloverval doen? Gaan jullie mee met winkeloverval? Nee, niks gebeurd. Het kan een keertje per ongeluk gaan, maar... Dit, ja, nee. Dit ging per ongeluk. Nee. Deze gaan we even overvallen. Nu de winkel uit, meneer! Het is je laatste waarschuwing! Hij blijft hier, hij blijft hier. Oh, sorry, je blijft. Je blijft. Ik heb gelogen. Goeiedag, Hans. Wil je wat kopen? Ja, ik wil graag een repair kit. Een repair kit? Die heb ik hier. Yes, ik heb hier een repair kit voor jou. Zij doen de winkel overval. Ik weet niet wat hier gaande is, maar let er maar niet op. Dank u wel, meneer, voor de auto. Oké, we zijn in ieder geval van auto geüpgrade. Gaan we nog een andere winkel doen? Ja, andere winkel. Hou jij ook van de Aldi? Hoezo? Ik dacht al die in je kont. Hey, Jan Klomp. Jan. Meneer, handen even omhoog. Dan steek ik met mijn handen, kom, steek ik je lek. Hij doet hem op. Dus nu ga je op je knieën. Het is klaar met jou. Het was geen vraag. Je eindelijk tegengekomen. Na al die jaren. Meneer, wat wilt u kopen? Zeg het eens. Nou, 10 hamburgers graag. 10 hamburgers. Die ga ik even voor je halen. Ze liggen in mijn auto. Dus ik ga even wegrijden. Hey. Auw, meneer! Kom op, Hans, ja, we gaan. We zijn weer terug, we zijn weer terug naar onze oude auto. Jongen, die auto is krom. Nee joh, deze doet het nog goed. Maar, jongen, hij rookt, jongen. Nee joh, ga je zorgen. Ja, dit gaat hij niet halen. Zeker niet met deze bestuurder. Jawel, komt goed. Nee. Hoezo ben jij eruit? Ik heb mijn gordel, joh. Ik denk dat... Weet je wat, jongens? Ik ga ook geen overval met jullie doen. Jullie betekenen het, maar dit wordt het toch niet. Oh, mag we wel je auto lenen? Dank wel, meneer. Als je probeert te jatten, sla ik je dood. Oh, heb je die packing voor ons? Dankjewel, mannen. Verlaat ze ook gewoon gelijk. We gaan ook daar geen winkeloverval doen, hè? Hey, in Middelpark, weten jullie waar het zit? Hier rechtdoor. Wat is daar? Rechtdoor. Ja, dat is een winkel die kun je overvallen. Oh, oké. Okay. Gaan we zo rechtdoor. Gaan eerst even tanken. Ja, dat is ook rechtdoor. Waarom gaat dat zo goed als ik rijd? Er is hier alleen niemand. Wie zijn de overvallers dan, als ze vragen? Hé, hij is gestart. Zijn de winkeloverval doen, jongens? Alles moet kapot. Ah, maar ik ben de enige met wapen. Dan gaan ze binnenvallen, apen. Ik heb een verrekijker, daar kan ik ook wel mee. Hans, hey, het hele korps zat al buiten. Oh mijn god, ik zie het. We hebben 5071 euro, jongen. Lekker, jongens. Oh, gasten staan ook echt 1, 2, 3, 4, 5 auto's in mijn oren. Zullen wij ook gewoon op de grond gaan alsof het de chance? Kijk maar over, Hans. Ik word gegijzeld. Hans, we worden gegijzeld. Help. Dat zou ik ook zeggen, ze niet komen. Help. Hans, het hebben we goed opgelost op deze manier. Sla me even in mijn gezicht en dan heb ik een beetje bloed en blauwe plekken, zo lijkt het echt. Ik smeer wat ketchup op mijn gezicht. Er zijn zoveel auto's en motoren. Ja, hey, holy ik shit. Zien. Sander, blijf eens binnen met je hallo. Hey. Help, meneer, help. Dat is volgens mij mevrouw. Wat is er aan de hand? Dat is wel meneer. We willen vrij doorgaan, dat is het. We hebben auto's die trekken nog geen frikadel door de mayo. Dus we willen gewoon vrij doorgaan. Ja, geen frikadel door de mayo. Gedaan wordt, ja? Mevrouw, ik vind wel dat u best wel mannelijke stem heeft. Meneer, ik vind dat jij gewoon even je bek moet houden. Gaan zo. We zo agressief doen? Je hoort het. Wil jij hier nog vrij uitkomen, dan zou ik maar eventjes je bek houden. Ik ben de god van zo'n mijn hostjes, man! Dat was de tweede eigenaar hier. Ja, jongen. Ik ga zijn wond onder de oorzaak onderzoeken. Hans heeft niks fout gedaan, jongens. Ik kan hier niet meer. Hans, je hebt niks fout gedaan. Hans. Hans. Nee, ze kan Hans niet eindigen. Hij wordt letterlijk door de admin wordt hij gewoon gekild en gesleed. Ja, ik denk wel dat ze achter mij gaan. Oké, alle dingen die verlaten nu het veld. Alle agenten. Ja, ze gaan weg, zodat wij verder kunnen. We hebben natuurlijk vrije doorgang, dus ze gaan ze alle weg. Ja, maar wij zijn gijzelaars, Hans. Wij kunnen hier nog goed vanaf komen. Jullie worden hier goed vanaf, als je niks bij je hebt. Maar we willen wel het geld naar aflopen, hè? Politie groen licht. Nou, let's go! Succes, jongens! Jij moet achteraan rennen, jongen. Jij bent geen geloofwaardige dinges meer. Jij hield mij naar binnen. Oh! Er wordt op ze geschoten van alle kanten! Wow, Noordlicht! Zo de hemel kapot geschoten. Blijf zitten. Wij zijn vastgebonden. Oh, mijn god. Hoe leeft hij? Hoe heb jij alles ont... Mijn hoer had genaaid. Dit is kut. We zijn gered, Hans. Mooi werk, jongens. Eindelijk te pakken. Lekker voor jullie. Hadden jullie mijn andere gijzelaars moeten pakken, hè? Ja, als je dat wil, kan ik dat voor je doen.
kunt u me losboeken. Yes, dank u wel meneer. Wat is met deze gebeurd? Oh, ja, weet ik niet. Er werd van alles geschoten en het raam is kapot. Ik weet niet wat er gebeurd is. Dat klopt, want eenmaal weer terug naar binnen gaan. Dus ja, dat, nee, dat, dat zag ik. Nee, ik ga even naar buiten hoor. Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. Terecht. Wat is met deze? Hey, kun je even met me meelopen? Ja, ik ben wel getraumatiseerd hoor. Kan ik uw ID-kaart? Ja, tuurlijk. Meneer Bosbes. Yes. Hey, wat is hier net gebeurd? Dat we hebben weer melding van de winkel. Nou, wij gingen hierheen met de auto om te tanken. En toen dacht ik, ik ren naar binnen om even wat lekkers te halen en zo. En in één keer komt er, weet ik veel, mensen naar binnen toe rennen. En wij moeten op ons knieën en handen op ons hoofd en zo, weet ik veel wat. En toen kwamen er agenten aan, toen viel hij ineens dood neer, die Bosbes hier. Maar dat kwam volgens mij door jullie man-vrouw agent. That's it. Toen kwamen jullie en hebben echt 100 kogels gelost. Sinds wanneer dagen ambulanciers Rockies? Ja, ik ben psycholoog. Oh, dat is ook weer een psycholoog. Nou, die psycholoog is het ook zat. Dankjewel, psycholoog, voor de hulp. Nou, dit is net zoals elke andere vrouw. Ik snap al wat voor tactiek dit is. Die rijden ook voor me weg. Dus, voor de politie en jullie op of iets anders. Jullie zien personen weer, kunnen altijd even een melding maken bij ons. Yes, kunnen we de auto hier pakken? Die staat hier voor. Dat we niet in één keer aanstaande worden gehouden. Dat stom is, ik heb het losgeld. Ik heb letterlijk al het losgeld. Let's go, Hans. Dankjewel, heren. Leuk is, ik heb gewoon een soort. We hebben dat geld. Ja, wij hebben het geld. En zij is er letterlijk aangehouden. Maar ik vind zo'n stuk hoe die getaserd is. Hoe die met alles is getaserd, jongen. Maar wij hebben het zwart geld, hè. Wat kut. Ja. Echt ontzettend kut dat we hier alweer zijn weggekomen. Dat kan echt niet, hoor. Hoe wij hier zijn weggekomen met die overval. Zij zijn degene die echt de moeite hebben gedaan. Zijn aangehouden, staande gehouden, nog niet dood. En wij gijzeld, geholpen, nog gekregen, nog niet de vrouw op ons schoot geworpen. En het geld, weet je. Welke ambulance heeft hij nou met een Rocky? Ja, dat sloeg ook helemaal nergens op. Hey, dit vond ik wel een goede Hans en Hans. Ja. Ik werd alleen een heel beetje boos in mijn hoofd. Gewoon slash kill, wat een... Wat ben je dan, jongen? Waarom doet hij dat? Je bent toch gewoon roleplay dat je tegen iemand boos doet? Ik ben echt een kleuter, ouwe. Maar waarom zou je dan iemand slash killen? Mogen wij dat ook eens proberen? Ja, met jouw auto. Nee, met jouw auto. Niet. Ja, proberen. Oh, godverdomme, ik herken jouw stem. Hoezo? Nee. Ja, één keertje proberen. Ja, één keertje. Nee, Max. Eén keertje. Ja, één keertje proberen. Jee, omdat je hier bent. Nee, oké, prima. Hoppa, Max. Yes. Nou, en hoe kan ik in de kerk komen?